Hey, hallo allemaal. Ik ben Isabel en ik ben verzorger in de Zoo van Antwerpen. En wij staan voor de Moorse Tempel. En dat is het stalgebouw van de Okapi. Wij hebben heel leuk nieuws voor jullie. Lindy, onze vrouwelijke Okapi, is bevallen van een kalfje. Op 23 februari is hij geboren. Het is dus een jongen. En wij hebben dit jaar het jaar waarin dat de letter X de namen bepaalt. Dus ons kalf heet Xandor. De kleine Okapi is geboren met een gewicht van 17 kilo. Dat is niet zoveel, want het gemiddelde ligt tussen de 20 en de 24 kilogram. Dus hij was een beetje een fijn ventje. Okapi's hebben normaal gezien een blauwe tong. Maar dit kalfje is een beetje speciaal, want zijn tong is roze. De Okapi's zijn een bijzonder dier voor de dierentuin. Ze zijn bedreigd en wij zijn ook stamboekhouder. Dat betekent dat de dierentuin de Zoo van Antwerpen gaat bepalen welke koppels er mogen kweken en welke niet. En zo kunnen wij het genetisch materiaal goed verspreiden over de verschillende dierentuinen in Europa. Ons mannelijk dier Semuliki staat hier aan de andere kant in het perk en hij is dus de vader. Ik heb nog een heel leuk weetje voor jullie. Onze Xandor is nog niet mee buiten. Want okapi's zijn tropische dieren en zijn warme temperaturen gewend. Ze komen dus niet snel buiten als het te koud is. En het mag zeker ook niet te lang duren. Jullie zouden dus even moeten wachten voor hij echt mee in de buitenperken rondhuppelt. Maar dat moment komt er zeker aan. Jullie zien hier ook alleen de moeder buiten staan. En dat is omdat ze eigenlijk hun jongen opvoeden op dezelfde manier als reeën in het bos. Ze laten hun kalfje op een plekje alleen achter waar het veilig is en gaan zelf ergens anders eten. Ze blijven altijd in de buurt. Dus besef dan ook dat dat niet erg is. Ze zijn het op deze manier gewoon. Wij zetten natuurlijk onze okapi's graag in de kijker. Het is dan ook een bedreigde diersoort en wij zijn heel blij dat wij een succesvol koppel hebben gehad en dat ons jong hier grootgebracht kan worden.